Hi, ik ben Vincent in Klooster, een van de chiropractoren binnen Chiropractic Optimal Health. Nekklachten. Heel veel mensen hebben last van hun nek, hebben hoofdpijn, een zwaar gevoel, vermoeide ogen, mindere concentratie, slecht slapen of in slaap komen. Sommige mensen hebben zoveel andere symptomen dat niet gerelateerd is aan de pijn in de nek, dat ze niet eens weten dat ze problemen hebben in de nek. Zo belangrijk als je optimaal wilt blijven functioneren in deze drukke maatschappij om ervoor te zorgen dat alles goed gaat, dat alles goed functioneert en dat niet je batterij leegtrekt, dat je veel minder energie hebt dan dat je eigenlijk weet. Stel je voor dat je een volle batterij hebt en elke dag gaat er een klein stukje van leeg. Dat verschil merk je niet, maar iemand die jouw maat niet heeft gezien, die zal dat zeker zien. Ja, en dat geldt hetzelfde voor heel veel mensen die klachten hebben. Ze hebben al een hele tijd pijnklachten en dat wordt zo normaal voor ze tot het bij ze hoort, tot het normaal wordt. Dat hoort niet, dat is niet normaal. Maar ja, als je niet beter weet, dan is het gewoon zoals het is voor jezelf. Wat kan er gaande zijn, zou je dan denken? Vaak is er een disbalans. Voorbeeld, als mijn hoofd naar voren gaat en de zwaartekracht neemt me mee en mijn schouder voor de rond en ik hang in mijn lijf in plaats van dat ik actief sta, ik wil niet naar de grond kijken. Ik bedoel, die dupjes die heb ik al lang allemaal opgepakt. Ik kijk naar voren en dan sluiten we hier alles af. Maar je hersenen, die sturen alles aan. Maar die moeten wel informatie kunnen sturen. Zie het als een tuinslang. Als ik op de tuinslang sta, dan ben ik wel een dagje bezig om mijn tuin water te geven. In plaats van als er gewoon een vrije stroom is. En dat is hetzelfde met alles wat vanaf de nek omhoog gaat. Is heel belangrijk voor je functioneren in het dagelijks leven. Disbalans creëert subluxatie. Weet je nog niet wat subluxaties zijn? Kijk op onze website onder het kopje klachten. Kijk naar de subluxaties, dan weet je wat het precies inhoudt. Maar voor nu, een gewricht dat minder goed functioneert, drukt op het zenuwstelsel en de hersenen hebben moeite met het boel aan te sturen. Waardoor je dus vage klachten kan krijgen, waarvan je niet eens wist dat je ze had, omdat het langzaam is opgebouwd. Maar uiteindelijk, spieren die spannen aan, spier hecht op bot aan, het beweegt minder, dus vaak als we vragen aan mensen, kijk eens naar links en naar rechts. Je zou 80 graden moeten kunnen draaien beide kanten op. Doe maar eens. Heb je een collega in de buurt of een familielid? Vraag het maar eens. Kijk eens naar links, kijk eens naar rechts. Als ze niet 80 graden kunnen draaien, allebei de kanten op, als de een verder gaat dan de ander, dan is er een kans dat ze subluxaties hebben. Misschien hebben ze nog geen klachten. Super voorbeeld. Kom langs. Bekijk eens, wat is er gaande? Zodat er minder wrijving is, minder slijtage en tot je gewoon een goed lijf overhoudt op latere leeftijd met zo min mogelijk klachten. Wil jij dat? Laten we kijken.